Sexy C. Vaste prik voor de doorgewinterde bezoeker van de Dutch Design Week. Maar voor velen toch nog onbekend terrein. Dit voormalige industriegebied, diep in stadsdeel Tongeren, is uitgegroeid tot culturele hotspot. En tijdens de DDW krijg je een kijkje in de keuken van de bijna 200 ontwerpers. Met dit jaar veel aandacht voor recycling. Obviously we have a worldwide plastic pollution, plastic waste pollution, and the production, half of the production, which is 300 million tons in a year, goes into disposable products. So products you really only use once. This is a project called Precious Plastic, and it all started by these four machines. People all over the world started building the machines and getting started with recycling. We have a whole berg plastic. En dat je dan daarmee weer iets herbruikt en iets nuttigs van maakt. Ja. En er zitten ook heel leuke dingen tussen. Ik denk van, heel, is heel mooi. Daar zouden ze bij de Dutch Design Week ook meer naar kunnen kijken. Omdat er worden heel veel dingen nieuw gemaakt. Maar er wordt ook heel veel weggegooid. En dat is eigenlijk heel erg zonde. Alles wat we ooit hebben gemaakt en gebruikt. Dat je het weer op een andere manier weer kan gebruiken. Want op een gegeven moment is het op. Dus dat circulaire en hergebruiken hoort erbij. Hergebruik staat centraal op sectie C. Of het nu gaat om kapotte glazen en borden of typemachines. Maar bijvoorbeeld ook oude museumstukken. Wij zien die materialen eigenlijk als nieuwe grondstoffen. Dus dat vinden we leuk, want er zijn altijd weer nieuwe vormen. En toch hebben we iets, weer een nieuw project neer kunnen zetten. En dat is eigenlijk wat je hier achter ons ziet. Dus het zijn allemaal weer unieke composities van gebruikte borden. Wat ik wel interessant vind is dat er van bestaande materialen iets nieuws wordt gemaakt. En als ik zo kijk, dan is het toch van bestaande glaasjes. Hè? Dus je gebruikt glas en je maakt daar een lamp van. De idee is natuurlijk eindeloos. Boven is de expositie om erfgoed uit de kelders van musea te tonen. He, want dat is eigenlijk ons verhaal. Haal de spullen uit de kelders van musea. En hier beneden is, daar zijn collecties gewoon te koop voor de mensen. He. Dus het is meer dan alleen een tentoonstelling. Ja, ik kom net binnen, maar het lijkt me op eerste gezicht wel heel mooi, heel aardig. Ja. En waarom? Ja, herkenbare dingen van vroeger en design van toen. Wat ik hier vooral leuk vind is dat je ook gewoon in de ateliers kunt kijken. Dus niet alleen maar gewoon te exposeren, maar ook gewoon kunt zien hoe de ateliers zijn. Dat vind ik leuk. Het kijkje in de keuken van de ontwerper wordt gewaardeerd, al zat het weer niet altijd mee. Maar dan is er altijd nog een afdakje, biertje en pizza.